Wesley, had de ploeg dit nodig? Beetje plezier, een paar goals? Ja, denk ik wel. Goed voor het vertrouwen. Als je een oefenweek afsluit met een overwinning 6-0. Spelers maken goals. Spelers krijgen vertrouwen, extra vertrouwen hierdoor. Al is het tegen Noord-Ierland, die je niet altijd serieus moet nemen als tegenstander. Maar... ja, het is wel prettig dat we een bierhelft al hebben uitgenodigd, toch? Ja, maar je moet het toch zelf op kunnen brengen allemaal. Het had ook 0-0 kunnen worden of net hak over de sloot 1-0 winnen. En dan gaat iedereen weer beginnen waar ze mee bezig waren. Of iedereen door waar ze mee bezig waren. Hoezo? Met discussiëren en dat blijf je toch houden. En nu hebben we 6-0 neergezet en goed gedaan. Wat ik zeg, we hebben ons eigen spel gespeeld en we zijn niet gek gaan doen. En dat is denk ik wel het meest positieve vanavond. En wat betekent niet gek doen? Nou ja, je moet toch uit de discipline blijven spelen. Wat wij willen straks op het EK, dan weet je dat je na 45 minuten staat met 4-0 voor. En dan moet je nog 45 minuten, dan kan je ook met hakjes en weet ik wat, tirelantijntjes gaan spelen. Maar die discipline hebben we wel gehouden om in ieder geval ons eigen spel te spelen, om dat straks door te voeren op het EK. Had jij dit zelf ook nodig? Want we weten het, je hebt natuurlijk wat blessures gehad, je hebt wel eens een paar weekjes achter elkaar gemist. Van Basten die zegt zojuist van, joh, als Sneijder fit is en in vorm is, dan is het absoluut de Europese top. Daarom voor je vertrouwen, had je dit nodig? Ik ben blij met deze wedstrijd. Dat, natuurlijk, als je weer een goal meepikt en naar de vrije trap ook nog, dan zit hij weer even erin. Hè? En dan hoop je dat je dat straks door kan voeren natuurlijk op het EK. En dat is het allerbelangrijkste. Die oefenwedstrijden is allemaal leuk en aardig. Het is ook, maar het was voor jou wel lekker om een paar flinke minuten in je benen te hebben, toch? Ja, maar ik ben fit. Ik bedoel... De cijfers die we hier hebben bij Oranje liggen er ook niet om. Ik ben fit en... Zeker als je weer 70 minuten kan spelen, dan is dat alleen maar mooi meegenomen natuurlijk. En we hebben nu nog een goede trainingsweek richting de eerste wedstrijd Denemarken, wat het allerbelangrijkste is. Het allerlaatste, jij kan goed met Rafael, jij kan goed met Klaas-Jan, volgens mij ook niet verkeerd met Kuyt. Dat zijn niet de minste die er nu even buiten vallen. Hoe ga je daarmee om de jongens een beetje bij elkaar te houden? Want die zijn teleurgesteld. Ja, maar ja, goed, dat is logisch. Hè? Doe jij daar wat aan? Nou ja, natuurlijk praten we veel onderling. En ja, doe ik er wat aan, weet ik niet. Misschien onbewust wel. Maar het toernooi die duurt heel lang. En als het goed is tot 1 juli en er kan van alles gebeuren. En we hebben iedereen keihard nodig. En ook deze jongens, juist deze jongens die je nu net opnoemt. Ja, en dan doe je het met een dolletje af. Dan zeg je tegen Rafael van over 6 jaar, dan komt er nog een kanspik. Nee. Maar Rafael weet donders goed wat zijn kwaliteiten zijn. Dat weten we allemaal. En wat ik zeg, net als Rafael hebben ook die andere twee die je opnoemt. De momenten komen echt wel. En ja, dan zullen ze er staan. Veel plezier. Dankjewel.